Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik zit in de auto en we gaan naar Coachella. Dus echt zo leuk. Vorige keer, ik ben 2 keer eerder naar Coachella geweest. Het wordt mijn 3de Coachella. En van Sander, ik denk dat Sander wel iets van 6 keer of zo geweest is. Die is veel vaker geweest. Die heeft er ook best wel vaak gedraaid. Maar in ieder geval vorige keer, ik weet nog heel goed, de laatste keer dat ik naar Coachella ging is denk ik 2014 geweest. Dat is 4 jaar geleden alweer. En toen draaide Sander ook. En toen dacht ik nog, oh, het zou zo leuk zijn als ik een YouTube kanaal zou hebben. En dat ik het kon delen. Want nu gaan er best wel veel mensen naar Coachella. Maar destijds gingen echt nog niet zoveel mensen. Dus, en nu ga ik het allemaal vloggen. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe deze trip gaat verlopen. We zijn in ieder geval veel te laat. Ik moet om 4 uur bij een feestje van Furla zijn. En het is 2:30 en we zijn nog in LA. We gaan nu rijden. En Olivia blijft in LA met de oppas. En we zijn zondag weer thuis. 2 nachtjes zijn we weg. En die gaat lekker naar het strand en leuke dingen doen. Maar ik ga er wel heel erg missen. Maar goed, a lot of talking. Let's go. En ik heb mezelf gedecoreerd in de auto. Want we wilden eigenlijk... We wilden naar het hotel, maar we hebben er echt super lang over gedaan. Het was mega druk. Dus ik heb mijn haar maar een soort van in de auto gefixt. En ik weet ook niet of ik het leuk vind. En er heb een rare baas op gezet. Zo. En ik heb deze flitters opgepakt. Misschien dat jullie heel stom vinden, maar. Dat is wel leuk. Zal ik die vlecht uit mijn haar halen? Nee, alleen die doek. Eentje inlaten? Ja, eentje inlaten. Of heb je die andere ook met vlecht erin? Maar dat klopt niet. Als ik nee, dat vind ik niet leuk. Je moet eentje, alleen maar die. Niet die andere moet eruit. Trust me, dat is leuk. En ik ben me helemaal gek aan het genieten. Gek had het niet. Ja, en ik heb in 1 moment heb ik geen zin. En dat is? Dat is als ik deze G-Wagon weer moet inleveren. Hij is zeker, ja. Ik ben echt, ja, dit is just. Want het lijkt. Kijk, okay, ik snap wel dat het misschien niet. You know, the world's most environmental friendly car is. Nee, ook niet even de. Maar als je een V8 om je kontje hebt, in mijn geval kont. Dikke kont. Is op een Amerikaanse snelweg best lekker. Mag dat toch? Ja. Ah joh, het is maar even. Ja, dus we gaan ons in de auto omkleden en we hebben een superleuk hotel, maar daar kunnen we dus niet inchecken. Tenminste, dat kan wel, maar we hebben daar geen tijd voor, want we willen wel nog een beetje van de dag genieten op Coachella. Dus we gaan het zo doen. Ik twijfel echt over, maar... Nee, gaat alleen deze in. Dat zeg ik wel. Dat is toch super. Maar 1 vlecht is zo random. Misschien moet ik het er helemaal uithalen. Oké, nou dan. Waarom kunnen jullie niet live beantwoorden? Aan de YouTubers vragen. Nee, maar zij zien dit pas woensdag. Ik heb zo'n zin dat jullie deze vlog zien. Ja, maar dan kunnen ze toch sowieso... Oké, luister. Even 1 ding. Wie gaan we allemaal zien op Coachella? Oké, 1. Ik wil graag The Weeknd zien vanavond. Ik Louis de Child. Is het vanavond ook? Weet ik niet. Oké, ik ben volgens mij morgen. En ik wil Fleet Foxes morgen heel graag zien. Post Malone. Oh ja, en Post Malone wil ik ook graag zien. Ik denk toch dat ik misschien mijn haar eruit ga halen. Odessa? Ja, ik heb meestal zin in Fleet Foxes. Maar ik denk dat de meeste meiden die wij kennen daar niet heen willen. Maar wij gaan er wel lekker heen. Het is onze favoriete band. Ja, ever. Echt dat is de band waar ik Fleet op jou ga horen. En The Weeknd, toevallig. En The Weeknd, ja. Maar The Weeknd, het zo decadent, hebben we al een keer gezien op Coachella. Ja, oké, maar dat was letterlijk zijn eerste live optreden ooit. Ik weet nog dat hij, zeg maar, 4 weken voordat hij naar Coachella ging, een oproep plaatste op Twitter. Oh ja, dus van bandaudities. Van luister, ik herinner me dit nog. Ik ben op zoek naar bandmembers. No joke. Hij was echt letterlijk echt op Twitter waar. Vroeg hij van, hey, any bass players out there? I remember, sorry Stan, ik ga haar lopen. Ik ben een gat voor de gat. Wie doet dat in mijn auto? Dan ben je toch niet goed. Oké. Ja, dan moeten we ons omkleden zo. Jij doet een lange broek aan en deze schoenen toch? En ik moet even, zal ik mijn spullen nu pakken? Ik ga deze schoenen niet onder een lange broek aan. Nee? Zo lelijk. Zo lelijk. Zie ik uit als een Italiaanse bordeelsluiper. Ik denk dat ik deze schoenen wel op doe. Kijk, al die bomen komen vooruit. Oh my god. Zie je? Yes, we're here! We zijn op Coachella aangekomen!
hoeveel collega's hier al niet? Zo gezellig. Ja, het is leuk. Dus we gaan naar ons hotel inchecken en dat is het. Nog 2 dagen en chillen. Good morning, ik ben net wakker. Sander is in onze hotelkamer, het is echt een super mooi hotel. En we gaan ons klaarmaken voor dag 2 van Coachella. En Peter is hier niet gekomen om haar te doen. Hi! Hello. We're gonna do braids today. En glitter. So I'm excited. Dit is zo vet, kijk. We hebben de eerste die plek gedaan. Zo vet. Hij is nu glitter in mijn haar aan het doen. Zo freaky cool. Ik wou echt dat het elke dag Coachella was. Dat ik elke dag me zo kon... hoe noem je dat? Me zo kon omkleden als een soort van... dress up party. Oh. Zo cool. That's too much, maybe. With the glitter, you mean? But it's just like a cool... We can do maybe try it and then... Yeah. I was just thinking one piece. Like a longer piece, I think. So we can do like the cool... Dit is mijn look voor het eerste gedeelte vandaag. Dit is dus mijn haar. Denim. En ik doe vandaag 3 outfits aan, omdat ik verschillende projecten moet shooten. Hey girls, what are we doing here? Shooting! Being pretty. They are stranded. We're stranded in the desert. Zo amazing. Zo'n echt een verlaten weg, weet je wel, in Amerika. Toch, Noor? Ja. Hoe tof is dit, zo'n verlaten weg? Gaat het? Ja. Bezig met omkleden. Ik ben benieuwd of ik mijn schoenen aan ga krijgen. Ik heb een jurkje aan, topshop. Ah, dat is nice. Ja, en ik heb vintage cowboy laarzen. Echt? Alleen ik heb zo zo extreem met vlogs. Ik vind het altijd gewoon super leuk. Nu denk ik alleen maar, oh, ik ben zo benieuwd dat jullie van mijn haar gaan vinden of jullie het ook zo cool gaan vinden als ik. En ja, we zijn een beetje moe. Ja, je spreekt. Zullen we een geheim vertellen? Ja, is goed. Sander en ik hebben stiekem sigaretten gerookt gisteren. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Don't get angry, mom. We dachten, we're parents on the loose. Let's smoke some cigarettes. But don't smoke, kids. Dus ja. Anyways. Wij gaan naar het hotel. Even iets ophalen, want ik was iets vergeten. Ja, ik was het echt vergeten. En waar ga je naartoe? Ik ga niet hier. Maar schat, we moeten... Gaan we ook doen. Voor 5 uur daar geweest zijn, het is een 1/2 uur rijden. Komt goed. We kunnen het echt niet missen. Nee. Spullen ophalen bij het hotel. En, maar dat doen we daarna wel. Waarom moeten we dat nu doen? Omdat dit onderweg naar Coachella is. Oh ja. Snap je? Sure. Oh my god. Vet, zeg je dat? Ja, fucking vet. Zo cool. How excited are you on a level from 1 to 10? Nou ja, het is dus vanavond gewoon Louis Malone, Fleet Foxes. Louis the Child. Ja, dit is gewoon mijn favoriete dag. Ik bedoel, hierna is het gewoon genoeg. Maar ik wil gewoon eigenlijk gewoon... Wat ik wil zien is, als Post Malone gaat schreeuwen... Congratulations. You know, dat is wel het moment dat ik zeker weet dat iedereen ontploft. Ja. Yeah. Work so hard, but got out to vacation. Kom, let's go. Let's hit the hotel. Hey Noor. Heb je er zin in dag 2? Zeker. Oké, we moesten wel een heel klein beetje lopen. Moet je even kijken, dat is echt, ja, het komt, misschien dat je het niet heel goed ziet. Maar hier zijn zoveel auto's. En natuurlijk zoveel mensen. Wel heel tof. Ik heb alleen zo'n zin in een colaatje. Jij? Ja, water meer. Echt hè? Ja, die Emma nu, die zegt het is echt heel dichtbij. Waar ik sta.
Tof, hè? Sorry. Hij ja, kwam echt niet meer uit zijn woorden, maar zo dik. Ja, zo dik. Als je zulke hits hebt, dan maakt het ook niet uit, weet je wel. En wat hij vertelde ook van, luister, ik ben mijn hele leven lang geridiculiseerd. Iedereen die zei, je gaat het nooit maken en hier sta ik nu. En nou, de OEC, congratulations. Weet je wel, dus ja, that's the message, baby. Als je blijft werken en je gelooft in jezelf, dan komt het allemaal goed. They say congratulations. They do. They do. And they all want to be your friend. And on that note, we're going to end tonight. Good morning. Het is 7 uur. En Sander en ik hebben al heel veel foto's gemaakt. En 2 uur geslapen. Dus ik kan niet zeggen dat ik me heel fit voel. Ga je mee naar het ontbijt? Ja. Maar ja. En ik heb geen foundation op voor het eerst in forever. Want ik ben mijn foundation kwijt. Niet dat ik dacht, laat ik het even een natural look doen, maar ik ben mijn foundation kwijt. Ik zal even ons hotel laten zien. Zo kom je kamer uit. Of heb ik dat gisteren al laten zien? Zo schattig weer. Palmboompjes. Dit is ook zo mooi. Al die bloemetjes hier zo in. Echt zo'n schattig hotel. Zeg nu gewoon, ja, dat is gewoon niet waar. We zijn het ontbijten. Wij filmen. Iedereen zegt altijd veel meer wat je aan het doen bent. Maar we zijn zulke hongerige beesten dat het gewoon nooit gebeurt. Zo mooi hier. Echt, als jullie ooit naar Palm Springs gaan. Ik heb dit hotel overigens gewoon betaald, niet gesponsord gekregen. Soms denken jullie dat dingen gesponsord zijn en dan ben ik oprecht enthousiast. We hebben hier gewoon voor betaald. Dit hotel is echt amazing. Echt een aanrader in Palm Springs. Het heet Korakia. Korakia. Toch? Het is zo'n fijne plek. Ja. Echt amazing. Doe me denken aan bij mijn opa en oma thuis. Leuke opa en oma saus heb je dan? Nee, maar... Oh my god. Nee, maar er was wel water buiten. Ja, sorry, het is echt waar. Zo'n fonteintje. Ja, ja. En, maar vooral het geluid van vogeltjes. Nou... Want dat mis ik wel, in de stad wonen is wel super tof, maar als ik vogeltjes hoor, word ik zo vrolijk. Ja, ik ook. En hier zijn gewoon, maar het is overal hoor, in Palm Springs, er zijn gewoon heel veel vogeltjes hier in de woestijn. Ik denk dat alle vogeltjes, die bijvoorbeeld geen papa en mama meer hebben, dat die allemaal naar Palm Springs komen. Nou, een soort groot wezenhuis. Alright, we zitten in de auto en we zijn even een tripje gaan doen. We zijn bij een soort van... tramway shit aangekomen.
waar je meet Skyfari. Skyfari, waar je de lucht mee gaat met een soort van lift of zo. Dus misschien gaan we dat wel doen. Ik zie echt rood van de hitte. Maar hoe warm is het vandaag? Zo mooi hier. Echt, hè? Oh my god, guys. Ik word net wakker in de auto. You've arrived at your destination. We hadden besloten om de derde dag van Coachella te skippen. En naar LA terug te rijden. Nu het rustig was. En we misten Olly ook te veel. Right? Te veel. Ik ben net wakker. Ik zit thuis aangekomen. Palm Springs is trouwens niet zo heel ver rijden. Ongeveer 1:50. Ja, als er geen verkeer is. Traffic, ja. Maar dat is bijna nooit in LA. Ja, maar het viel heel erg mee nu. Het was goed te doen. 2 uurtjes. Ja. Dus we zijn er en we gaan spullen uit de auto halen. En naar Olly. Lekker schoenen aan. Oké, het is maandag. En I'm sort of back to life. Anyways, wij leven weer half. Sander gaat vandaag de studio in de hele dag. En we gaan even lunchen zelf met Olivia. En daarna ga ik even alles opruimen van thuis. En wassen. Etcetera. En Olly is een beetje in de slechte bui. Ik ben weer thuis, tenminste. Terug in onze Airbnb. En ik zat even mijn beelden te kijken. Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten van Coachella. Want... het is leuker om dan een soort van dedicated Coachella vlog te hebben, denk ik. En we zijn hier nog 1 kleine week. Dus dan... wat is dan handig? Ik denk dat ik dan nog een tweede LA vlog maak. Ik hoop dat jullie de vorige al gezien hebben. Zo niet, check die dan even. Die staat zo online. En ik hoop echt heel erg dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik vond het heel leuk om te filmen. Het was echt een super leuk weekend. Ik ben wel echt heel moe nu. En vergeet niet te subscriben hieronder. Kunnen we zo snel mogelijk naar de 100.000 subscribers. Dat zou ik heel leuk vinden. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Mijn Instagram is @queenofjetlex. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie zondag weer.